De ziekenhuizen zijn goed ingericht voor het COVID-19-virus. Dit haalde Cleopatra Yesrun, directeur van Volksgezondheid, gisteren aan tijdens de dagelijkse persconferentie van de overheid. Ondanks de ziekenhuizen equipped of uitgerust zijn, drukt Yesrun de samenleving op het hart thuis te blijven. Ze zegt dat een te groot aantal COVID-19 besmette personen de tweede lijn zorg, dat zijn de specialisten in de ziekenhuizen en klinieken, behoorlijk zal belasten en uitwringen. De directeur van Volksgezondheid zegt dat wat de gezondheidssector nu kan beheersen, de eerste lijn zorg is. En u moet onthouden, andere ziekten gaan nog steeds door. We hebben nog steeds dengue in het land, we hebben nog steeds influenza in het land. We hebben nog steeds mensen die geopereerd moeten worden in het land. We hebben nog steeds hartaanvallen in het land. We hebben nog steeds aanrijdingen in het land. Dingen gaan gewoon door. Als we nu alle ziekenhuizen gaan belasten met COVID-patiënten, blijft er straks weinig van over. Dus ja, de ziekenhuizen zijn equipped. Ik heb het laatst geprobeerd te zetten in een kort filmpje voor jullie. Dat jullie ook kunnen zien hoe het staat met het Wanika ziekenhuis. Waar we zijn ermee. Straks is de intensive care unit van het Wanika ziekenhuis is al technisch opgeleverd. Er wordt proefgedaaid. Wanneer dat wordt opgeleverd, kunnen we zoveel als mogelijk centraliseren. En de andere ziekenhuizen komen ook in beeld. Iedereen maakt al hun plaatje klaar. Verder roept Yesrun de samenleving op zich te houden aan de maatregelen die in verband met het COVID-19 door de overheid is doorgevoerd. Ze zegt dat indien wij ons niet houden aan deze maatregelen, we een gevaar vormen voor anderen. Elke case, elke persoon die zich niet eraan houdt, veroorzaakt een tig aan besmettingen in de samenleving. Laat me het kroes zeggen. If je hoort Israël naar de maatregel, naar de afspraak, je kirisma. Je kirisma. Want elke besmetting die wij missen, elke besmetting die wij niet pakken, elke is iemand die een risico vormt voor de rest van de samenleving. Laten we als Surinamers, ik vraag het nogmaals, laten wij als Surinamers die maatregelen die we nu al uit het hoofd zouden moeten kennen, in acht nemen. Blijf uit de buurt van mensen die griep hebben. Als je ziek bent, bel 178 of je huisdokter. Meld het. Laten we het weten. Laten we de gelegenheid krijgen om te onderzoeken, om je te gaan swappen, om de test af te nemen. Cleopatra Yesrun, directeur van Volksgezondheid. Zij sprak gisteren op de dagelijkse persconferentie van de overheid rond het COVID-19-virus. Ze deed een dringend beroep op ieder thuis te blijven en zo verspreiding van het virus tegen te gaan.